partner moeten kwellen. Knuffeltjes zijn zo leuk. Dit is toch wel fijn dan, hè? Dat je lekker kan badderen thuis. Hallo, goedemorgen. Het is vrijdag. Happy Friday. Nee, helemaal niet. Mevrouw Jo vraagt waarom een aardbei rood is. En mijn conclusie was, omdat vogels hem dan beter kunnen zien en hem opeten. En dat ze dan ergens de zaadjes uitpoepen. Wat volgens mij. Maar Jo, ga vertellen wat het is. Weten jullie het? Het was wel een raadsel, hè? Oh, het is een raadsel. Oh, wat een grap. Oh. Een aardbei. Die schaamt zich voor zijn pukkeltjes. Die schaamt zich voor zijn pukkeltjes. Ah, Bart, dat had je toch kunnen weten. Ze zijn bloos. Nou, wij zijn super, 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 super vroeg wakker. Het is nu 7 uur. De stukendoors zijn er. Ja, we hebben nog een uurtje voordat je naar school moet. Hallo Jola. Happy Friday. Hallo. Deze nacht heeft mij goed gedaan, want ik heb gelukkig geen last meer van mijn bekken vandaag. Dan ben ik dan ook meteen weer aan het verpesten, want dit moet nog in de auto. Er zijn nog echt de allerlaatste spulletjes die in mijn huisje lagen. Bart die heeft gisteren al heel veel geholpen en die heeft vandaag geen tijd. De vloer die wordt er dan uitgehaald door mijn moeder en iemand die mijn moeder gaat regelen. Wauw, we hebben een oranje muur. Yeah. Het is precies dezelfde kleur als je shirt. Zie je me nog? Nee, ik zie alleen je hoofd en je armen. Nou, dit is onze nieuwe muur. Nee, dit is Four Strike noemen ze dat. Four Strike. Deurpost of zo. Wow, wat een verschil zeg. Zo, heel even iets ophalen wat ik bij de prenatal had besteld. Van Nijntje! Ze hadden het pakket van de kinderstoel dus helemaal bezorgd bij een dierenwinkel. Oké, maar ik wist ook helemaal niet dat het de kinderstoel was. Dus het is veel te groot om te tillen naar de parkeergarage. Dus ik ga zo even terug erlangs. Ik loop heel even de HEMA in, maar... En dit, eerst dacht ik, nou ja, oké, een vestje. Maar toen zag ik dit. Ah, daar moet ik wel. Dit is het Nijntje muziekmobiel die ik had gekocht. Is leuk, hè? En deze doos hebben we net opgehaald. Vegetarische shawarma. Lekker. Wow. Heb je een witte? Dat is het zitje. Zo, wij liggen in onze slaapkamer. Dit wordt Jola de kamer. Maar nu slaap ik en Bart hier ook nog. En Jola daarachter. Omdat onze zolder nu echt bijna af is. Maar hoor dit, hè? De mannen, Mike, vrienden van Bart en Jeffrey, die zitten nu beneden met een mannenavondje. En wij hebben hierboven een meidenavondje. Ja, wij hebben een meidenavondje in bed. Ik ga lekker een beetje leren. Jola gaat de film kijken. Jola heeft een bakje chips. Check. En ik heb een kop thee. Check. Hij is heel actief, omdat ik vandaag heel druk ben geweest, denk ik. Dat hij nu heel actief is. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En we beginnen de dag met appabroodjes. Oh. Ze smaakt echt precies hetzelfde als die van Oostenrijk. Nee, deden we bij Oostenrijk altijd een poter op. Jee, daar zijn we dan eindelijk. Hele grote babywinkel. Ik weet nog niet zeker of we ook echt alles gaan kopen. We gaan in ieder geval even oriënteren. Inventariseren. Ja, lukt het met je Jan, Jans en de kinderen? We zijn heel erg aan het twijfelen tussen badjes. Moeten we gaan voor design, dus deze. Mooi, clean, leuke kleuren.
Of voor helemaal basic. Of voor die ik met Jola had. Met de flesjes erin en zo. Is de meest functionele. De meest functionele. Ja, bij Jola heb ik dat niet echt gebruikt, maar ja. En je kan de standaard opbergen. Dit is echt een soort standaard waarvan ik heb van oké, als je het los van elkaar gebruikt, wat ga je dan met de standaard doen? Je moet echt hard trekken, ja. Ja, ja, dit zijn die emmers. Ze zijn eigenlijk veel kleiner in het echt dan dat ik dacht op internet. Wat zijn dit voor emmers? Ja, die ik liet zien. Het zijn wel hele leuke kleurtjes allemaal. Lekker hoor. Wauw. Ja. Ja, dit wordt hem denk ik. Ik ook. Jola wilt ook een badje. Ah, we hebben geen bad thuis. Dit is toch wel fijn dan, hè? Dat je lekker kan badderen thuis. En dit is handig, joh. Dan hoef je alleen je kont wassen. Voor als je alleen je kont wil wassen, ga je hier even in zitten zo. Dit is alleen voor als ik alleen mijn kont wil wassen. Oké, de keuze wordt toch waarschijnlijk die kleur. Toch die kleur. Echt handig, zo kan ze straks gewoon lopen. Vet, hè? Lang leven, 8 jaar verschil. Wat relaxed, hè? We hebben het babyshoppen even gestaakt. Want we hadden heel erg gek. Dus we zitten nu bij de Febo weer. Vitaaltje. We hebben wel al wat dingetjes gekocht. Wat accessoires, kleding van zomerkleding van Kuka was in de aanbieding, dus wel zo handig. En wat hadden we nog meer gekocht? Ja, wat cadeautjes voor vrienden. Wat moeten we ook nog hebben? En we gaan straks het badje halen. Ja. En we gaan kijken naar Max Cozy's en zo. Wat een leuk merk is dit, Done by Deer. Echt heel erg leuk. Deze knuffeltjes zijn zo leuk en die spiegeltjes. Oh, we moeten hier iets van meenemen. Ja, hè? Of die olifant. Of die olifant. We kunnen niet kiezen. Ja, die is voor onszelf. Die is voor Daan en Lin. Dit is voor mij. Oh my gosh. Wat erg. Allemaal in eentje dingen. We proberen dit ding helemaal in te pakken. Oké, je zult het vast niet geloven, maar bij vloggen wordt ook heel vaak spullen kopen voor je camera. En mijn tripod was weer eens een keertje stuk, dus ik heb een nieuwe nodig. En ik heb een nieuwe harde schijf nodig, want die is ook weer vol. Het is btw-korting. Hop, 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 hop. Ledstrips. In de slaapkamer. Oké, waar hebben we ze allemaal nodig? Oké, Bart gaat nu dus toch voor de sensors in de gangen. Twee van de traphuizen. Eentje van de zolder, dan gaat het licht op de overloop aan. Ik heb eindelijk... Oh nee, we hebben nog niet afgerekend. Maar ik mag het wel alvast zeggen. Ik heb eindelijk sinds 13 december, want toen was ik jarig, een verjaardagscadeautje van Bart. Een tasje voor mijn andere camera. Waar ook de lens in kan. Dus dat had ik heel lang al nodig. Want die camera, die heb ik namelijk vorig jaar voor mijn verjaardag gehad. Dus ik heb een jaar geen tasje gehad. En nu heb ik dit tasje. Daar ben ik heel blij mee. En ik heb een soort drijfbordje die je ergens aan kunt vastzuignappen. Ik weet nog niet helemaal of ik hier wat ik ervan ga vinden. Maar dat gaan we nog weten. Hallo, goedemorgen. Het is zondag. En we doen niks. Eindelijk een dagje niks. Nou ja. Ik ga straks sporten. Oh, dat is al heel wat. En we gaan de dozen op de vliering zetten. Maar verder ga ik gewoon leren. Ja, leren. Heel goed. Ik voel me lekker intelligent. Leo, Leo, Leo. We zijn de kinderstoel in elkaar aan het zetten. We hebben de Nomi
van Baby Matters. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Heel erg leuk. Viola die zou hem ook in elkaar zetten, maar die is nu aan het spelen met de doos. Nee, ik ga een hokje laten voor Dexie. Een hokje voor Dexie? Ja. Ah. Nou, er staat op van newborn to teenager. Dus als het goed is, moet Viola er ook op kunnen. Hey! Nou, hij kan zelfs nog lager. Zit hij lekker? Het was een beetje een gedoe om het bovenste stukje erop te krijgen. Maar voor degenen die ook deze kinderstoel hebben, meteen even een tip. Je moet hem er echt heel recht op zetten. Ja, echt heel recht. Zo erop schuiven. En goed aantrekken. Want we hadden hem dus een beetje scheef. En toen zat hij helemaal klem. En toen heb ik hem los moeten maken. Laat onze fouten jullie iets leren. Maar het voelt heel massief en stabiel. En Jola heeft net op het kinderzitje gezeten. Die hadden er even onder gezet. Ja. Dus dat is wel kwalitatief heel goed. Nou, dit is hem dan. Het is weer de zondag en we hadden weer eens geen zin om te koken. Dus het werd weer Chinees. Vegetarische Chinees. Morgen staan de stucadoors weer voor de deur om 7 uur. Tot morgen. Oh nee, niet morgen. Ja, jullie zien dit op vrijdag. Dus tot maandagochtend. Abonneer. Het is gratis. Gratis. Rock that joint.